Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video waarin ik je volledig ga uitleggen hoe je jouw Shopify, niet Shopify, Shopift, klein spelfoutje, Shopify dropshipping store volledig kan gaan automatiseren. Welke stappen je dat doet, waar je die mensen kan vinden, hoe ik het zelf heb gedaan, hoe mijn studenten het gedaan hebben en hoe jij dat kan gaan doen. Voordat we beginnen, drop even een like, abonneer je op dit YouTube kanaal en laat even een comment achter zodat ik veel meer van dit soort top video's voor je kan blijven maken. Oké. Wat wil je gaan doen? Je wil dus het bouwen van een team voor je eigen e-com business. Het zijn de belangrijkste rollen om uiteindelijk te gaan automatiseren. En het eerste wat ik wil dat je gaat automatiseren is klantenservice. Zeker als het je veel tijd gaat kosten, het geeft je alleen maar negativiteit. En ja, vind daar iemand voor die dat voor jou kan doen. Daarin kan je dus die tijd die je daarin vrijwint, kan je gebruiken om meer geld te gaan verdienen. Wat kan je doen met fulfillment en logistiek? Nou, ik werk met eigen private agents voor mij en mijn studenten. Als je daar toegang tot wilt, stuur me even een berichtje, kunnen we het daarover hebben. En daarin kan je dus met Zero MOQ verkopen. Dus puur dropship model en zodra een product aanslaat, kan je het ook bij hun in het warenhuis laten doen. En hun nemen eigenlijk het hele logistieke proces voor jou uit handen. Wat je daarna uit wil gaan besteden is het maken van video ad creative slash content. Dat is niet iets wat je zelf wil gaan doen als je die skill zeker zelf niet hebt. De volgende stap, product research. Heel erg belangrijk. Maar bij alles wat je doet, zorg ervoor dat je templates hebt en dat je bewezen manieren hebt om dingen te doen. Dat je dat goed aan je team kan uitleggen, zodat jullie samen kunnen groeien en samen de juiste stappen kunnen maken. Wat kan je doen bij productpagina creatie? Dus dan ook je productpage laten maken door iemand. Hetzelfde kan voor ads manager door je ads maken en iemand die je finances manage. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste taken die je hebt in je Shopify dropshipping store. En dit zou je allemaal kunnen automatiseren. En dan heb je eigenlijk passief inkomen. Ja, ik geloof daar persoonlijk niet in. Ik doe het wel deels het automatiseren, maar ik ben altijd bezig om dingen beter te krijgen. En ja, daarmee geld te verdienen. Oké, wat zijn bronnen om vanuit mensen te gaan huren? Je kan Upwork gebruiken, je kan onlinejobs.ph gebruiken en je kan Facebook groepen gebruiken. Ik werk voornamelijk met mensen uit Azië die goedkope uurlonen hebben en knijthard werken. Dat is ook iets wat ik voor jou aanraad, zeker als je beginner hebt en weinig kapitaal hebt om met dat soort mensen samen te gaan werken. Ik hoop dat je daar super veel waarde aan hebt gehad. En ja, ben je nog niet op het moment dat je store dingen kan uitbesteden, maak je waarschijnlijk niet genoeg orders. En als je momenteel niet genoeg orders maakt, dan heb je dus iets wat je niet goed doet. Misschien gaat je product research niet goed, misschien je website, misschien je ads. Als je daar hulp nodig bij hebt, stuur me dan even een berichtje op Instagram of Facebook, Paul van Sprundel. En dan kunnen we kijken hoe we jou daarbij kunnen helpen voor mijn 1-op-1 coaching programma. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond en ik check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.